Ja, een hele goede avond. Het is nu 6:04. En ik wil graag ook even gelijk de gelegenheid, de gebruik maken van de gelegenheid. Om eventjes te reageren op een reactie die ik heb gehad. Roderick die helpt mij waar het even nodig is qua iets uit te spreken. Ik heb gisteren een reactie gehad op mijn vlog op hashtag 951. Van Storm Weather Rain, ja. Dat ik dus een ziektebeeld heb genaamd. Hypochondrie. Hypochondrie. Nou, ik kan je één ding vertellen. Dat heb ik dus niet. Dat kan mijn man ook bevestigen. Dat heb ik dus niet. Ik zie er nu wel heel leuk gezellig uit. Shiny. Maar zo voel ik niet. En ik heb in te huizen gezeten. Ja. Is dat mijn eigen schuld? Nee. Ik ben naar het huis geplaatst. Ja, dat klopt. Maar dat heeft gewoon een reden. Ja. En als je dat wil kijken, ga gewoon lekker kijken naar Random Vragen. Dan wordt alles wel duidelijk. En heb ik ooit in mezelf gesneden? Ja, dat komt omdat ik dus inderdaad in een groep zat waar ook andere jongeren dat deden. Maar kun je dat zien aan mij? Ik zal laten zien. Nee, dat kun je dus niet. En hier ook niet. Maar ik heb hem wel in mezelf laten snijden. Ja, en door artsen. Dat is iets heel anders. Omdat ik gewoon veel te veel had. En dat gewoon bij mij in de weg heeft gezeten. Dus ik heb mezelf niet beschadigd. Maar de artsen hebben mij beschadigd. Hè? Om het even thermisch zo te gaan vertellen. Want ik heb een litteken van beneden naar van en van boven naar beneden, van links naar rechts. Of van rechts naar links, van boven naar beneden. Maakt niet uit hoe je het wilt benoemen. Maar dat heb ik wel. En dat is van mijn buikwandcorrectie. Wil je die zien? Kijk even op de i'tje, bijvoorbeeld. Dus zelfmoordgedachtes, ja die heb ik. Als ik gewoon echt gewoon zo druk in mijn hoofd ben, dan spelen die op. En nee, ik heb geen borderline. Nee, heb ik niet. Ik heb wel ADHD. Ja, ik heb reuma. En dat is dus in mijn bloedvaten. Dat staat ook op mijn lijstje van de huisarts. En nee, ik verzin het niet. Dat kan mijn man beamen. En als ik iets niet goed doe, dan kan dan en dan springt Roderick ook in. Het is niet een sulletje van wat jullie misschien denken. Dat en dat Ro altijd zijn mond houdt. Nee, tuurlijk hebben wij wel eens woorden. En nee, dat film ik niet altijd. Soms wel, ja. Omdat er ook bij hoort. Dat kan. In elk huis heeft ze kruis. Maar kom op jongens. Als je mij zo op die manier gaat neerzetten op social media, prima. Doe het lekker bij jezelf. Kijk eerst eventjes in je eigen spiegel. Kijk eens eventjes naar je eigen. En kijk dan pas even naar een ander. En dan kan jij pas een oordeel vellen. Heb je dat nog niet gedaan? Ja, jammer. Kan ik ook niks aan doen. Maar ga mij niet uitmaken dat ik ergens last van heb waar ik geen last van heb. Want ik ga eventjes het rijtje af wat iemand dus heeft gezegd. Ik merk wel dat als jij iemand tegenkomt die depressief is. Nou, in mijn omgeving iemand depressief? Nee. Kijk je even aan? Jij bent de enige. Je kan. Oké, nou. Dit hebben we niet vooraf afgesproken. Totaal niet. Dat ik ook in één keer depressief ben. Nou, sorry. Ik heb 3 begeleiders op dit moment. Ja? Die ik ook momenteel niet wil zien op dit moment. Nou, ik weet het niet. Maar dan zit ik wel er even doorheen, volgens mij. Ja? Dank je. Ga je straks ook je eigen lichaam beschadigen omdat een ander dat ook doet? Nee. Heb je al gedaan? Heb ik vroeger wel gedaan, ja. Vroeger. Maar toen was ik nog klein. Was ik een jaar of 12, 13 jaar. Ja, daar kom ik vooruit. Dat heb ik gedaan. Maar nee, dat doe ik dus nu niet. Ja? Nee. Dank je. Kopieergedrag was dat. Dat was inderdaad kopieergedrag. Dank je wel, schat. Je bent aandachtsgeil. Je vindt het heerlijk om in de spotlight te staan. Nou, ik weet niet in welke zin jij dat bedoelt. Ik zou zeggen, schrijf het even hier even onder. Dan kan ik daar weer eventjes op ingaan. Want ik weet niet, maar... ik vlog gewoon, net zoals Enzo Knol, Don de Jong, Shahid, noem ze maar even op.
Dus, en Milan, ga zo maar even door. Er zijn een hoop in die vloggen. Mijn moeder ook. Nou, en? Als een ander aandoening heeft, dan heb jij dat ook ineens. Nou, dan wil ik van jou heel graag weten wat voor aandoening ik dan in één keer zou moeten hebben. Nee? Oké, mooi, dank je. Je bent eerder een hypochonder. Nou, dan mag je dat heel goed gaan uitleggen als jij dat denkt. Want ik ga er gewoon op in, punt. Want die aandacht wil jij toch? Nou, dan kun je die aandacht krijgen ook over mij. Ik vind het helemaal goed. Ik ben niet de enige die op jouw vlogs zo reageert. Oh, nou wie dan? Ja, ik ken er twee. Dat is één mijn ex, waar ik nou geen naam van noem. En al zijn vriendjes of zijn vriendin, waar ik ook nu geen naam van noem. Want als jullie heel goed weten, dan weten jullie dat ook wel. Dank je. Je haalt ze alleen weg. Nou, dat doe ik alleen bij zijn vriendjes. Ja? Die mij en mijn moeder voor alles uitmaken. Dat haal ik weg. Ja, niet voor kinderen geschikt. En want dat is namelijk niet voor kinderen geschikt. Ja? Dit mag iedereen lezen. Be my guest. Ik ben ook niet de enige die zegt of niet gelooft dat je depressief bent. Ook al geloof je het lekker niet. Het is niet mijn probleem. Het is jouw probleem. Als jij mij niet gelooft, waarom kijk je dan nog naar mijn vlogs? Ik zou zeggen, ga lekker ergens anders kijken. Bij Enzo Knol of zo, waar ik ook kijk. Don de Jong, er zijn nog genoeg YouTubers. Ga naar mijn moeder toe kijken. Als je dat ook zo leuk vindt, doe het. Maar ga dan lekker weg bij mij. Ja? Nou, ik heb even alles uitgelegd volgens mij. Ja. Ja? Ja. Eens. Dus, ik zou zeggen, ga niet zomaar iets vertellen, de wereld in helpen, wat niet zo is. Het is nu anno 2021. Ja? We zitten in een zware crisistijd. Een coronatijd. Ja, wat al niet eens eigenlijk op YouTube gezegd mag worden. Wat ik al eigenlijk al vanaf dag 1 al niet heb gedaan. Zowat af en toe misschien even wel, maar niet dagelijks. Ja? Mijn man die zit er ook even af en toe doorheen, maar ik al helemaal. Ik zit inderdaad aan de medicatie oxazepam 10 milligram. Dat mag iedereen weten. Boeien, weet je? Ik heb het nu eenmaal. Ik ben inderdaad depressief. Ik ben al daarvoor bij de huisarts geweest. Ik sta daarmee bekend dat ik dat heb. Dus ga niet zeggen dat ik iets heb wat niet zo is. Misschien in jouw ogen. Maar be my guest. Ga wat anders zoeken. Ga iets doen waar je wel vrolijk van wordt. Ga lekker putjes scheppen in de hei of zo. Weet ik veel. Of ga alleen naar het strand en ga daar een bunker bouwen. En dan dat en dat je verzuipt. Prima. Be my guest. Lekker doen. Iedereen lekker laten zoals hij is. En wees gelukkig met iedereen en met elkaar. En alleen maar liefde. Dus alleen maar liefde naar jullie. Dan ben ik ook alleen maar liefde naar mezelf. En naar mijn eigen man. En naar mijn dieren. En naar iedereen die mij dierbaar is. Hier wil ik het bij laten. Ik wil u bedanken voor het kijken naar deze extra uitgelichte video. En dan zou ik zeggen, tot later.